Bijna een maand geleden werd in stadion Het Vogelnest in Beijing de Olympische vlam ontstoken. Komende zaterdag brandt het vuur weer in de hoofdstad van China, maar dan voor duizenden sporters met een handicap. Het komt erg dichtbij en ja, goed, het is spannend. Dus, het is mijn volgende wedstrijd, het is nu alleen nog trainen, dus ja, wat een spannend. Atleet Pieter Gruijters uit Helmond is een van de Brabantse kanshebbers op een Olympische medaille. Hij won 4 jaar geleden bij de Paralympics in Athene zilveren medailles op de meerkamp en bij het speerwerpen. Vorige maand waren de omstandigheden voor topsport erg zwaar in China. Het was er heet en zeer klam. Het klimaat is nu volgens Gruijters heel wat beter in Beijing. Het is warm, maar niet zo warm als ze vertellen. Zeker in september is het wel iets koeler. Dus een graad of 25 tot 30, dus het is wel aangenaam. Alleen die smog, ja, dat is inderdaad wel even wennen. Rolstoeltennister Monique de Beer behaalde 4 jaar geleden brons. Ze werd toen in Rio uitgebreid gehuldigd. Onze provincie is naast het rolstoeltennis vertegenwoordigd bij judo, paardensport, wielrennen, tafeltennis, zwemmen, rolstoelbasketbal en dus een aantal atletiek onderdelen. Als je nou uit Beijing terugkomt met minder dan goud, is het dan een teleurstelling? Kijk, mijn doel is om 40 meter te werpen. Dus als ik nou 32 meter gooi, dan ben ik niet tevreden. Maar gooi ik inderdaad in die buurt van die 40 meter, dan ben ik zeker tevreden.